dan een mama tip. Veel goedkoper als bij de patisserij. Echt een must-have. Hoi, welkom bij een nieuwe action video. Ik ben Marloes en je kent me misschien van mijn blog. Je kan me vinden op @marloesbudgetproof op Instagram, dus volg me vooral daar. We hebben dit keer een shoplog, maar dan een beetje anders. Dus ben je benieuwd naar de favorieten van Kelly Caress, blijf dan vooral kijken. Maar eerst heb ik een van mijn favorieten meegenomen. En dat is deze. Het is een puzzel met 1000 stukjes. Nu we voornamelijk binnen blijven, is dit echt het ideale tijdverdrijf. Ik doe het met mijn vriend en die vindt dat dan perfect om even nergens aan te denken in deze bijzondere periode. Wil je nou samen iets leuks doen of lekker knutselen met de kinderen? Er staat ook een hele leuke do-it-yourself op het Instagram kanaal van Action. DIY, do-it-yourself, ik lijk echt wel een oma. Dus ga vooral ook daar eventjes kijken. Maar niet voordat je de favorieten hebt bekeken van Kelly Caress. Het zijn producten die ze misschien al een tijdje geleden heeft gekocht. Dus ze zijn niet allemaal meer verkrijgbaar. Maar zie het als inspiratie. Ik zou het heel erg leuk vinden als je hieronder in de reacties laat weten wat jouw favoriete product is. En dan gaan we nu kijken naar de favorieten van Kelly. Hey, super leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video van Action. Ik ben Kelly Caresse, voor wie mij nog niet kent. Op Instagram ook wel Kelly Caresse en op YouTube net zo. En ik vlog en blog Instagram over mijn leven als moeder van 3 meisjes. En ik laat mijn dagelijkse chaos zien. En in wat voor gekke tijd zijn we beland. Ik ben zelf dus moeder van 3 kinderen waarvan 2 naar school gaan. En het is echt wel heel erg bizar. Ik ben nu ineens omgetoverd tot een soort van juf die thuisonderwijs geeft. En dat is best wel moeilijk. We zitten gewoon non-stop met elkaar, met z'n vijfjes. En we hebben het echt heel leuk samen hoor. Maar soms dan... ja, dan is het toch wel even zoeken en mis je toch wel de dingetjes die je voorheen deed. Je oude ritme en nou ja, de onzekerheid natuurlijk van hoe lang het nog gaat duren. En ik ben door Action gevraagd om deze video op te nemen voor hun. En ik ben echt een hele grote Action fan. En toen dit ook allemaal gebeurde, dacht ik oké, ik moet in ieder geval nog 1 keer naar de Action. Op een veilige manier. Om nog wat laatste spulletjes te halen. Ik weet niet of jullie dit herkennen. Zeker voor thuisonderwijs had ik zoiets van oké, dan moet ik nog wat meer stiftjes en boekjes en opdrachtjes en dingetjes halen. Zodat we de kinderen goed kunnen bezighouden. En ik ben gevraagd om mijn 10 favoriete producten van Action te laten zien. En aangezien ik, nou ja, mijn halve inboedel is Action, zeg maar. Vond ik er best wel een uitdaging om 10 te kiezen. En het is me gelukt. En ik ga ze op volgorde noemen. In principe vrij random. Want eigenlijk vind ik ze allemaal gewoon fantastisch. Maar ik heb ze in ieder geval opgesteld. En ik ben er heel erg blij mee. En het zijn producten die zowel voor mij als moeder heel fijn zijn. Dus voor de kinderen. Maar ook voor het huishouden. Wat handige interieur dingetjes. Dus laten we gewoon gaan beginnen. En de eerste die staat dus niet hier. Want die is iets te groot om naar dit kleine filmkamertje te slepen. En dat is dit keukentje. 9 februari was onze middelste dochter 4 geworden. En als verjaardagscadeau hadden we dit keukentje onder andere gekocht. Bij de Action. Hij was geloof ik €29,95. Echt super goedkoop voor zo'n houten keukentje. Want hij ziet er echt heel goed uit. De kwaliteit is ook heel goed. En mijn meisjes spelen er heel veel in. Er zat ook een kassa bij, maar die kon ik al niet meer vinden. Ik bedoel, ja, kinderen maken er nogal een bende van. Maar je ziet hier nog wel het weegschaaltje staan en we hebben er even een ander kassaatje bij gezet. Die volgens mij zelfs ook ooit bij de Action gekocht is. Ik heb er allemaal leuke spulletjes in gezet. Zoals pakken tomatensap en in ieder geval een klein assortiment voor hun eigen supermarktje. En de meiden spelen er echt super veel mee. En het ziet er ook nog eens heel leuk uit. En dat is natuurlijk ook al gewoon een uitdaging met wat groter speelgoed. Dus ook dit staat gewoon prima in je woonkamer. We hebben hem dan in de speelkamer staan. Ik vind dit echt een top tip voor moeders. Dan, een product wat we hier hebben staan. En je zou denken, nou leuk, een kistje, gezellig, ziet er vrolijk uit. Maar wij hebben deze om een speciale reden gekocht. En ik denk dat deze voor heel veel mensen die deze video kijken, dus ook voor niet-moeders, best wel interessant kan zijn. We hebben dit kistje gekocht. Ik denk dat hij €3,99 was. En hij staat op een heel leuk bartafeltje. Of daaronder eigenlijk. Dus hij ziet er heel erg leuk uit. Maar waar wij hem voor gebruiken is het volgende. Wie herkent het niet dat je op dit moment best wel... Of dat je gewoon een beetje verslaafd bent aan je telefoon. Nee. Wat wij dus doen als we echt even quality time willen met elkaar. Is in dit kistje gaan onze telefoons. Dus ook die van mijn man. Kistje gaat dicht. Kistje zetten we weg. Geluid staat stil, et cetera. En dan zijn we gewoon lekker offline. En op het moment dat je echt iets moet checken of gebeld wordt, moet je echt naar het kistje lopen. En dat is best wel een grote handeling. En daardoor voorkom je dus dat je de hele tijd die telefoon pakt. Ik zeg niet dat we dit perfect uitvoeren, want soms gaat het nog steeds mis en vergeten we het even. Maar dit kan wel heel erg handig zijn voor veel mensen om echt even lekker offline te kunnen. En het is gewoon een heel leuk kistje. Maar dat is de reden dat wij hem gekocht hadden en dat hij voor ons nog veel meer waarde biedt
dan dat hij er gewoon heel leuk uitziet. Dan deze karaf. Hij was 89 cent. We hebben er 2 van. Die gebruik ik eigenlijk om lekker water te drinken. Ik vind water drinken wel lekker. Maar ik vind het nog lekkerder wanneer ik er een schijf citroen aan toevoeg. Soms doe ik er wat muntblaadjes bij of wat komkommer. En dan is het gelijk een heel feestelijk drankje. En je ziet er ook 2 glazen bij staan. En dat zijn van die whiskyglazen. Die heb ik ook bij de Action gekocht. Die waren geloof ik 1,89 euro voor 2 stuks. En we hebben er 4 van. Ik drink er ook thee uit. Maar het is ook heel erg leuk om wat chiquere water te drinken. En zo kom je toch wel gauw aan meer vocht. En de karaffen gebruik ik dus ook als vaas met wat leuke bloemen erbij. En dan ziet het er ook nog eens heel leuk uit. Dus ik heb er bewust 2 van gekocht, omdat er toch altijd wel of... Nou ja, je kunt hem als vaas gebruiken of er zit er één in de vaatwas, dan heb je nog een waterkan. Dus die vind ik echt super leuk. Dan meer gewoon een heel leuk product. Die staat ook weer op datzelfde bartafeltje. Bij alle andere shops zou je hier echt zo 20, 25 euro voor neerleggen. Ik heb er denk ik 1 euro... 99 of zo voor betaald. Hij is ook van plastic. De meeste stolpen zijn van glas. Nou, ik heb 3 kleine kinderen die het liefst rondrennen in huis. Moet ik niet met glas gaan doen. Maar hij ziet er toch uit alsof hij van glas is. Maar volgens mij kan ik er bijna mee gaan gooien. Dat doen we maar niet. En daar zitten hele leuke gouden torretjes of zo in. Kevertjes. Ik weet niet wat het zijn. Maar dit ziet er super chic uit. Past helemaal in de stijl van ons huis. Nou ja, het kost geen rol. En zo kun je gewoon heel goedkoop je huis super leuk decoreren. Kom ik ook weer bij het volgende. Dit klokje. En dit klokje heb ik echt al heel lang. Ik denk dat deze iets van... Nou, 3,99 of zo heeft gekost. Volgens mij hebben ze hem nog steeds. Maar toen ik in mijn oude huis mijn eerste kantoortje inrichtte, had ik deze gekocht in mijn filmhoekje gebruikt. Ik die op de achtergrond. Nu staat hij dus op dat bartafeltje. Ik vind het gewoon een heel grappig en leuk klokje. Hij staat ook helemaal niet op de juiste tijd. Maakt allemaal niks uit. Hij is gewoon leuk. En het kost natuurlijk niks. En een batterijtje, daar gaat 100 jaar mee, bij wijze van spreken. Dus dit vind ik een leuk interieur dingetje. En wat ik zo leuk vind aan interieurspulletjes bij de Action. Als je echt het juiste eruit weet te pikken. Dan kun je echt, nou ja, een look creëren in huis. Wat lijkt alsof het echt allemaal design en noem het maar op. Maar het is heel vriendelijk voor je portemonnee. Je kunt het regelmatig aflossen. Dus ik ben helemaal blij. Dan een mama tip. Sowieso vind ik zou ik al een hele video kunnen wijden aan alle baby en mama producten. Want die hebben ze echt hele fijne. Maar ik ga even 1 product uitlichten. En dat zijn de billendoekjes. Deze zijn geloof ik 79 cent. Maar ze verkopen deze vaak in van die dozen met 12 pakken. Voor 8 euro of zo. Of niet eens 7 euro. Echt veel goedkoper als bij de drogisterij. Ze zijn heel erg fijn. Ze ruiken lekker. Onze meiden kunnen er heel goed tegen. Soms hebben ze best wel een gevoelige huid. Maar deze is ook echt voor de sensitive skin. Nou ja, deze dingen vliegen er bij ons doorheen als water, zeg maar. Dus die hebben wat veel nodig. Dus dit is gewoon ook heel budgetproof. Maar ze zijn gewoon heel erg fijn. En ik heb altijd een pakje liggen in de auto. In de luiertas natuurlijk. Op de kinderkamers. In de keuken. Echt een must have. Dan weer een product wat ik ga laten zien. Dat zijn deze opbergbakken. En ik heb een periode gehad dat ik ineens alles in mijn huis wilde gaan Marie Kondo'en. Echt goed willen opruimen. En daar zijn deze bakken van de Action super handig voor. Je ziet hier nu toevallig een la met al onze haargeslag en ontbijtproducten. Maar deze bakken hebben we ook op andere plekken in ons huis waarop we het een en ander organiseren. En dat is echt super handig. En het zijn echt hele goede bakken. Je krijgt er een deksel bij, maar die gebruiken we dus niet altijd zoals je ziet. En zo kun je je huis heel leuk decoreren. En omdat ze transparant zijn, kun je gewoon heel goed zien wat erin zit. We gebruiken ze ook voor knutselspullen en al die dingen. Dus ja, veel goedkoper dan allerlei andere bekende warenhuizen. En nou, ze hebben allerlei formaten te koop. En ik denk dat deze ongeveer, nou ja, wat zal het zijn? Max 2 euro per stuk zijn. Dan de kantoorartikelen bij de Action. Nou, ik ben echt verslaafd aan notitieboekjes, pennen, markeerstiften. Washi tape. Weet je wel, ik ben er zo een. Heerlijk. En natuurlijk ga ik daar ook voor naar andere winkels. Maar bij de Action hebben ze echt super goede acties. Hoe leuk is dit notitieboekje? Dus deze wilde ik even als favoriet noemen. Maar dit is ook een hele fijne. One thing at a time. En ik schrijf echt heel veel notitieboekjes vol. Met projecten en journaling. En noem het allemaal maar op. Dus ik koop ook regelmatig nieuwe boekjes. Maar ik vind die van de Action ook heel fijn. Ze zijn stevig, chic. Ja, volgens mij was deze 89 cent of zo. En bij het andere warenhuizen betaal je echt een paar euro per stuk. Ja, het komt allemaal op hetzelfde neer. Dus leuk.
Dan ook een hele leuke categorie die ik regelmatig, die ik eigenlijk bijna alleen nog maar bij de Action Shop. Dat is knutselen, kleuren, kleurboeken. Dus de stiften, de etuietjes. Nu tijdens de thuisschoolperiode heb ik daar ook weer van alles gehaald. Lijm, stickers, dat soort dingetjes. Zodat we gewoon lekker aan de slag kunnen. Maar deze kleurboeken zijn echt heel erg leuk. Ze zijn vaak maar 75 cent per stuk. Maar je hebt er ook van 49 cent. En in allerlei categorieën. En die kinderen, ja, weet je, als die een kleurboek krijgen. Die beginnen met krassen en kleuren en scheuren en noem het allemaal maar op. Ja, in deze boeken denk ik, ga maar lekker los. Het kost niet veel. En ze hebben echt hele leuke prints. Ook Disney en prinsessen en Mickey Mouse. Nou ja, noem het allemaal maar op. En onze meiden vinden het heel erg leuk. En ik neem ook bijna altijd wel weer een nieuwe mee als ik naar de Action ga. Ja, dan kunnen ze weer lekker iets anders kleuren. En dat vinden ze dan ook weer helemaal leuk. Dan de laatste, nummer 10. En dat zijn de kussentjes. Ik laat er nu even een aantal zien. Maar ik heb er bijvoorbeeld ook hier 2 liggen. Ik ben echt zo iemand die dol is op plates. Het plaid wat hier op deze bank ligt bijvoorbeeld is ook van de Action. Ik vind het heerlijk om alles lekker aan te kleden met leuke plaids en kussentjes. Want als je de kleur beu bent, koop je een andere kleur plaid. En je hebt voor je gevoel weer een nieuwe bank. Hetzelfde geldt voor kussentjes. Deze zijn geloof ik echt maar iets van 4,95 denk ik. Als ik het goed zeg. Nou, deze is roze, deze is beige. Ik heb hem in een andere kamer ook nog in een andere kleur. Het is heel leuk ook om je bed mee te decoreren. Maar natuurlijk ook de bank. En ik laat nu even bloemetjeskussens zien die ik bijvoorbeeld ook op de bank heb liggen. Het ziet er super leuk uit. En het is zoveel goedkoper. En bij de Action, je moet echt wel goed zoeken, weet je. Het is niet dat je altijd precies vindt wat in jouw stijl is. Maar ik ben regelmatig bij de Action. Nu dan helaas niet tijdens deze periode. Maar normaliter dus wel. En dan neem ik steeds mee wat ik leuk vind. En zo kun je je huis gewoon lekker decoreren en lekker afwisselen. Ik vind het helemaal leuk. En op die manier hou je ook nog heel veel centjes binnen je portemonnee. Dus dat waren eigenlijk mijn 10 favoriete producten van de Action. Ik ben heel benieuwd naar jullie 10 favorieten. Welke je bijvoorbeeld al super lang hebt en nog steeds helemaal fan van bent. Of welke je onlangs gekocht hebt. Volg mij in ieder geval op Instagram via Kelly Caressen en op YouTube via Kelly Caressen. Ik zou het super leuk vinden als je me daar gaat volgen. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer je op het kanaal van Action Nederland. Dankjewel voor het kijken. Doei! Volgende week zijn we er weer met een nieuwe top 10 video. Wil je dat nou niet missen? Vergeet je niet om te abonneren. Dan ben je als eerste op de hoogte van onze nieuwe video's. En laat vooral een reactie achter om even gezellig te kletsen. Ik zie je heel graag de volgende keer weer. Tot dan. Doei doei. Ik zwaai alvast, maar hè.